Goedenavond allemaal. Zie je dat al? Dat jullie allemaal langzaam al binnenstromen. Leuk. Nou, zoals denk ik al een paar van jullie weten, ga ik het voor het eerst live. Best spannend, maar ik heb er ook onwijs veel zin in. Nou, natuurlijk zeker naar al jullie lieve reacties die jullie allemaal hebben gegeven. Dat ik het kon en jullie me heel veel succes wensen. Dus ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik had nog even tot er misschien een paar meer kijkers zijn. Al heb ik geen idee hoeveel er gaan kijken. Wel leuk dat er nu al zoveel kijkers zijn, wat ook wel leuk is. Goed, ik ga alvast een klein beetje uitleggen. Want ik ga vanavond aan het werk met de embossingfolders van Fase. Ik heb ze inmiddels al wel een tijdje en ik ben er best wel redelijk verslaafd aan geraakt. Wat eigenlijk nu best bij veel dingen is in de hobby. Waar raak je tegenwoordig niet verslaafd aan? Vanavond ga ik vooral aan de slag met deze twee. Met de leuke sterren en met een soort driehoekjes. Wat eigenlijk een met verschillende groottes. Oh, dank jullie wel allemaal. allereerst ga ik beginnen met de sterren. Ik heb ze alvast geëmbost. Dit heb ik gedaan op zwart papier, wel glad papier. Omdat ik deze ga bewerken met waxen en voor allerlei dingen heb ik voor jullie bedacht. En getest zelf om het ermee te bewerken. Ik vind het dan zelf fijn om wat stevige karton te gebruiken. Zodat, ja, dit vind ik gewoon zelf fijner werken. En glad, geen linnenkarton. Want anders blijf je die linnen zien. Kan natuurlijk, kun je voor kiezen. Maar ik vind de gladde fijner. Allereerst heb ik de Nuvel Embellishment Mousse. Daar heb ik, gebruik ik nu de kleur Lilac Lavender voor. Deze ja, is eigenlijk een hele... Ik vind het een mooie kleur, maar hij pakt iets anders uit. Dat kan ik laten zien. Ik heb een kleurenwei gemaakt voor al mijn, ja, mijn moussen, mijn waxen, wat ik tot nu toe heb. En als ik dan ga naar de embellishment mousse, kun je zien bij de Lilac Lavender. Ja, hier zit hij. Even kijken of ik hem goed in beeld kan laten zien. Hier zie je vooral dat het echt paars is. En hier zie je dat je wel iets een glans ziet. Maar het is niet helemaal dat duidelijke paars. Maar je ziet wel een lichte gloed van het paars op het zwarte. Dat is ook wel wat je een beetje terugziet. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Dat het per lichte en donkere grond, ondergrond... verschilt. Goed. Dan ga ik nu met mijn vinger eroverheen. Ik vind met mijn vinger werken het fijnst hiermee. Dan voel je ook gewoon de plekken die je raakt. En ik vind het ook niet geen probleem om mijn vingers vies te maken. Trouwens, ik probeer dingen mee te lezen. Ik doe mijn best. Ik heb mijn laptop naast me staan. Maar het kan zijn dat ik niet alles mee helemaal meekrijg. Maar dan beantwoord ik de vragen later. En wie weet wel, kunnen jullie elkaar ook wel dingen beantwoorden. Nou, ik was al begonnen een beetje. Ik doe het aan mijn vinger. Doe ik gewoon een beetje zo, wrijf je eraan. Dan ga ik op mijn embossingfolder, die ik dus al heb geëmbost, waar de sterretjes naar boven zitten. En ga ik met een ronddraaiende beweging over het papier heen. Nu zie je al dat het niet echt paars wordt. Maar het wordt wel een soort zilveren gloed die er overheen komt. En daarbij kun je dus goed de sterretjes kleur geven. En zie je ook dat het om de sterretjes iets heen wat donkerder wordt. Waardoor die sterren juist meer opkomen. Nou, elke keer doe ik dit gewoon met een ronddraaiende beweging. Dan ga je eerst gewoon een dun laagje eroverheen aanbrengen. En dit doe je ook, kun je gewoon net zo lang doen tot het jou
Tot het jou bevalt, totdat jij het goed vindt. Karin Harms Veenstra, je bent aan het werk met de embossingfolders van Fase Creative. En nu ben ik daar op de Nuvo Embellishment Mousse aan het verwerken. Nou, ik doe dit gewoon licht. En dan vind ik eigenlijk dat ik op sommige plekken ben ik wat vaker overheen gegaan. En dan kun je ook wel licht een verschil zien. Op zich maakt dat niet heel veel uit. Maar je kunt gewoon vaker over een stukje heen gaan. Totdat het je gewoon echt naar smaak is. Dus hier ben ik begonnen bij dit deel. Dat is lichter vergeleken met dat deel. Dus ik kan er gewoon nu nog een keer omheen gaan. Ga ik er nog een keer overheen door een extra aanzet te geven. Astrid van der Linden, ik gebruik hier de Nuvo Embellishment Mousse nu voor. Nou, dit geeft eigenlijk gewoon al super gaaf effect, vind ik, met de Nuvo Mousse. En dit kun je ook weer straks op verschillende manieren verwerken. Maar ik ben laatst, met een middagje ben ik gewoon verschillende dingetjes wat ik hier in de kast had liggen, ben ik gaan testen. Wat vind ik nou leuk erbij op en wat werkt ook echt. Sommige dingen werkten ook niet. Maar wat onder andere wel werkte, is met de, even kijken, Nuvo Mousse overigens. De Nuvo in de pot droogt wel in. Dus wat heel moeilijk te verwerken is, het scheurt helemaal. Loes van den Hof, je zou dan ook het iets met water, iets water op kunnen doen. Waardoor het weer makkelijk is om het te verwerken. Dat het weer makkelijker erop te brengen is op het geheel. Ja, precies. Inderdaad, elke van de genuchten met water. Dan heb ik ook hier de wax Safina Bear, de metallic wax, de rose gold. Dit geeft ook echt een super gaaf effect om over embossingfolders te smeren. En dat ga ik jullie ook laten zien. Ook dit doe ik gewoon weer met mijn vinger. Het is ook schoon. Met een babydoekje maak ik het gewoon schoon. En dan kan ik zo weer met een volgende kleur verder gaan. Nou, ook bij dit ga ik gewoon met voorzichtige ronddraaiende beweging eroverheen. En je ziet wel iets terug van de Nuvo embellishment mousse. Maar ik kom nu ook een lichte waxkleur overheen. En dat haalt de sterretjes net iets op. Ook dit kun je gewoon eerst best heel voorzichtig aanbrengen. Want je kunt beter een extra laag eroverheen doen dan dat je te veel hebt gedaan. En je het eigenlijk jammer vindt. En ik merk ook dat ik gewoon zelf ook wel, ga je ook wel een beetje ertussen, tussen de sterretjes in. Maar dat maakt het juist ook weer dat het een beetje een geheel geeft. En het hoeft ook niet per se op alle sterretjes zoals bij deze. Je kunt ook een paar sterretjes lichter laten. Dat je de embellishment mousse ziet. Of dat je juist meer de wax wil zien. Dat is, kun je eigenlijk zelf daarin bekijken. Ik vind voor nu vind ik de wax genoeg. Want ik ga er nog wat op verwerken. En dat vind ik echt heel gaaf. En ik ben wel een beetje van de roze en de glitter. En wat ook echt super gaaf is om erop te verwerken, is de Sparks. En de Sparks, ook van Finaber. En daarvoor is een soort acrylverf met glitter erin. Dit is de kleur Butterfly Spells. Zoals je ziet, heeft het een hele mooie glitterige kleur. Zie je ook dat het ook gewoon vloeibaar is. Dus je kunt het heel makkelijk met een kwastje opbrengen. Oh ja, Peggy, nu ga ik er naar kijken hoeveel kijkers er zijn. Dat is best wel spannend, ja. Maar superleuk dat er zoveel mensen kijken. Ik hoop dat de kleur een beetje zichtbaar is. Er zit natuurlijk wel een vertraging op als je live gaat. Goed, ik heb mijn kwast alvast een beetje nat gemaakt, want dat vind ik gewoon het fijnst werken. En ik heb hier in de dop eigenlijk nog genoeg zitten, dus daar ga ik altijd eerst wat uithalen. En dan ga ik eigenlijk over de sterretjes heen. En dan springen er dus toch nog weer een paar sterretjes. Kunnen er dan nog weer. Die springen er dan nog weer extra uit.
En ik vond het zo gaaf. En dit kun je natuurlijk met alle kleuren doen die er zijn. Toevallig, ik heb deze dan toevallig thuis. Maar dit is echt zo leuk. En doordat dit een acryl is, kun je er ook precies mee werken. Je kunt het met een kwast erop doen. En daardoor kun je dit met kleine figuurtjes ook heel goed accentueren. Dit is de kleur Butterfly Spells. En ik heb als het goed is ook al de link van alle producten die ik vandaag heb gebruikt al vastgezet in dit bericht. Dus je kunt daar ook naartoe kijken. Daar kun je alle producten zien die ik ga gebruiken. Nou, eigenlijk kies ik nu gewoon zomaar plekjes uit waar ik wat sterretjes wil, extra wil. En het ligt er natuurlijk ook aan wat je hier vervolgens mee gaat doen. Wil je hier nog plaatjes op plakken? Dan kijk je natuurlijk wel een beetje naar plekken waar je niks overheen gaat plakken. Dat je de sterretjes wel terugziet. Dankjewel Carla Pannenkoek. Als het goed is, moet hij het nu weer doen. Als het goed is, moet ik er nu weer terug zijn. Ik heb zelf wel weer beeld. Excuus hiervoor. Goed. Ik hoop dat jullie een beetje de sterretjes kunnen zien. Het is een beetje donker, zie ik zo. Zal me even iets inzoomen. Nou, de sterretjes geven dus eigenlijk gewoon een superleuk extra effect. Op de raad. Ik hoop dat jullie het zo goed kunnen hebben zien. Dat is nog wel even proberen hoe ik dat goed kan laten zien. Maar fijn dat jullie ook gewoon zeggen of je het wel of niet goed kan zien. Want dan weet ik ook hoe ik het anders kan houden. Goed, dat was de eerste soort wat ik jullie wilde laten zien. Dus met de metallic wax, rosé gold, de sparks butterfly spells en de nuvo embellishment mousse lilac lavender. Dan de volgende. Deze heb ik voor nu hebben gekozen voor de grotere driehoeken. Dan ga ik beginnen ook weer met de Nuvo Embellishment Mousse als onderlaag. Nu gebruik ik de kleur Old Navy. Ook deze ga ik gewoon weer met mijn vinger aanbrengen. En op dezelfde manier zoals ik net heb gedaan. Ook ga ik gewoon weer met licht ronddraaiende beweging eroverheen. En dit doe je ook gewoon weer net zoveel als je wilt. En ik vind het wel leuk, al die glimmende kleurtjes en de sparks. En daar word ik wel vrolijk van. Ik ben wel benieuwd. Die driehoeken. Ik wil ze niet zien. Sorry Ilse. Ik vind het toch zelf ook heel erg mooi, deze kleuren. Toch weer iets in verleiding gebracht. Ik ben wel benieuwd wie van jullie zelf ook al embossingfolders thuis heeft. En wie er ook al wat mee heeft gemaakt. Want dit is natuurlijk een hele andere manier. Je kunt ze ook natuurlijk gebruiken om alleen papier te embossen. En verschillende kleuren embossen. En dit verwerken op een kaart of als achtergrond. Goed, ik vind hem zo goed als onderlaag. Want hier ga ik natuurlijk ook nog weer wat op verwerken. En daarop ga ik de flakes verwerken. Die hebben jullie misschien al wel vaker voorbij zien komen. En met deze flakes moet je vooral niet blazen in een bakje. Dus ik ga mijn best doen.
Ik ga nu de Cosmic Shimmer Gilding Flakes gebruiken. En dan is het de kleur Red Speckle. En je ziet al wel iets in het bakje zitten nog. Met wat zilver en brons en rood. Ik laat hem nog even dicht zitten, want eerst wil je de flakes gebruiken, heb je de Nouveau Glue Pen nodig. Ik heb de medium. Er is ook nog een grotere versie. Maar dit vind ik, voor nu is dit prima, want ik heb kleinere oppervlakte waarop ik het ga gebruiken. En kun je er ook makkelijker mee werken. Ik ga ze nu, met de lijnpen, ga ik wat aanbrengen op de driehoekjes. Die doe ik gewoon. Kun je er gewoon overheen gaan. En ik kies er gewoon een paar uit. Ook dit ligt straks eraan hoe je je kaartje gaat versieren. Waar je ze terug wil laten komen. En de Gilding Flakes hebben we in de winkel in echt superveel verschillende kleuren. Dus je kunt eigenlijk alle kanten op. Ook maar net wat dan bij je creatie past. Ik gebruik altijd even een A4'tje eronder. Om het straks het overtollige weer terug te doen in een bakje. En ik doe het er gewoon even met mijn vingers op de plekken waar ik wat lijm heb gesmeerd. En dan druk je het daar gewoon even iets op. De naam van de mousse, Siska van Rona, is de embellishment Nouveau Mousse. Dan ben ik alleen een beetje vergeten waar ik ook weer de lijm had gesmeerd. En zoals je ziet, waait het al een beetje alle kanten op. Nou, ik denk dat ik volgens mij alle plekjes wel een beetje heb gehad. De kleuren die ik tot nu toe heb gebruikt zijn de lila lavender en de old navy. Nou, je ziet dat er heel veel ligt, gewoon veel te veel. Die klop je iets af. En het waait al lekker alle kanten op, dus ik vind het straks door mijn hele kamer terug. Maar dat geeft niet. Deze doe ik vast terug in een bakje. Nou, ik draai de dop er vast weer op, want dan kan het niet nog meer wegwaaien. Rechtsboven nog. Hier voel ik niks meer qua lijm. Goed, ik heb nu de kaartjes zo dat de flakes erop zitten. Dan is er ook van Nouveau een hele fijne borstel hiervoor. Het is een wat hardere borstel. En daarmee kun je over de flakes wrijven, heb je ze op je kaartje aangebracht. En dit zorgt ervoor dat het glad wordt en dat het goed verwerkt wordt over het plekje waar je het wil hebben. Dus die kun je gewoon overheen borstelen. En zoals je ziet, kun je dan, gaat het overtollige er ook meteen af. En kun je ook zien of je alle plekjes goed hebt geraakt. En zie je dat er eigenlijk een hele gladde, bij deze nu een zilveren met goud en bronzen ondergrond komt. Ook hier haal ik nog een beetje het overtollige eraf. En dit doe ik ook weer terug in het bakje. Het is wel echt handig om een bakje erbij te hebben. Want zoals je ziet ligt het al overal heen. En nou ja, waait het alle kanten op. Ja, dit is met de Nouveau lijm. De Nouveau Glue Pen. Kun je er alle lijm voor gebruiken? En niet, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet dat deze wel echt werkt. Volgens mij hoort deze er ook bij. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Nou, dat is eigenlijk dus nu de flakes. En dat geeft dus eigenlijk een heel gaaf effect. Tenminste, dat vind ik. Ik vind het super gaaf dat je ook weer nog weer een paar stukjes extra kunt accentueren.
en even net uit kunt laten springen. Dus dan ja, krijg je eigenlijk gewoon een super gave achtergrond. Een beetje stoer, een beetje metaalachtig. Dat vind ik heel gaaf. Ik ga even een paar van de flakes even aan de kant vegen hier. Voordat ik alles aan de kant heb. Nee, klopt elke van genoegen. De lijn moet inderdaad niet te nat zijn. Ja, klopt zeker. Nou, ik ga gewoon even met een babydoekje eroverheen. Die zijn ideaal voor de hobby. Goed, dan zijn we aangekomen bij het derde kaartje. Daarvoor ga ik weer de sterren gebruiken. En voor deze kaart ga ik aan de slag met de Lindy spray. En dit heb ik eigenlijk al heel lang in huis, maar gebruik ik niet zo vaak. Wat ik eigenlijk dus veel meer zou moeten doen. Maar ik zag het staan en dacht ik, nou, misschien kan dit ook wel met de embossing folders. Ja, ook handig voor baby's Ilse. Ik dacht, nou, pak ik de Lindy's eens bij. Ga ik gewoon proberen en kijken wat het wordt. En dat gaf een super gaaf effect. Dus ik dacht, nou, dit ga ik ook aan jullie laten zien. Allereerst begin ik met de kleur High Maintenance Magenta. En je ziet wel een beetje aan de onderkant zitten. Je moet ze altijd eerst even goed schudden voor gebruik. Kan dan met alle soorten inkt. Karin Harms, Veenstra, wat bedoel je? Wat kan met alle soorten inkt? Nou, ik heb hem even geschud. En ik ga gewoon wat over mijn achtergrond sprayen. Dat is de eerste kleur. En je ziet al wel dat mijn blad lekker onder zit, maar dat geeft niet. Dat hoort erbij. Dan heb ik een tweede kleur. De Magnolia Magenta Gold. En je ziet al wel dat ik best veel roze kleurtjes heb. Maar dat is ook wel een van mijn kleurtjes die vaak terugkomt. Of soorten kleurtjes. En wat ik ook heel leuk vind aan de Lindy's is dat soms bij deze, bij de Starburst spray, zit er een glinstering in. Wat ook heel goed, ja, wat ik ook gewoon gaaf vind. De Magnolia Magenta Gold ga ik er ook overheen sprayen. En ik maak eigenlijk altijd een beetje de dopjes weer schoon. Zodat het, ja, weet ik niet, dat doe ik eigenlijk automatisch dat ik het weer schoon ga maken. En als laatste heb ik dan nog de kleur Clam Bake Beige. En dit is een Starburst spray. Is net weer heel iets anders. Maar dat geeft wel, doordat ik nu twee soorten roze heb gebruikt. En ik ga er nu een wat lichtiger, bruinere kleur op spuiten. Ja, heb je wat kleurverschil. En eigenlijk kijk ik gewoon een beetje of ik de kleur naar mijn zin vind. Of ik er nog meer van de ene kleur of andere kleur wil. Voor nu vind ik het even goed. Ik ga hem even met de föhn ga ik het droog maken. Dus het zal iets lawaaieriger worden. Ik hoop dat alles ook een beetje te volgen is. Oh Rita, dat is heel lief dat je mijn live niet wil missen.
fijn dat ik rustig goed te volgen ben. Nou, eigenlijk vind ik dit wel heel gaaf. Hij is nog heel iets nat. Maar je ziet de glinstering terugkomen op dit papier. Dit papier is trouwens de Mixed Media Strapmore. Dus dit kleine blok. Ik zal hem even laten zien. Gebruik ik dit blok voor. Kun je eigenlijk Mixed Media verschillende dingen op doen. Hier werk ik op met de stressoxide. Met de linies werk ik hier dus dan nu op. Dit is ook fijn papier om mee te embossen. Want het is wat dikker, wat steviger. Dus wil je daar verschillende waxen, sprayen op gebruiken, is het ook wat steviger. Dus dat papier wat ik gebruik. Ik lees hier heel veel aan de kant om mijn matje weer iets schoner te maken. Oh, dat vind ik lief, Maria Kranen, dat ik nog wat terug mag komen. Ik vind het ook wel heel leuk dat er zoveel mensen komen kijken naar deze uitzending. Echt leuk. Nou, ik heb ook een ideale grote doek om lekker nog een keer alles aan af te vegen als het iets natter is. Ideaal. Terug naar het kaartje met de lindies. Ik heb nu de lindies erop gedaan. Het is nog steeds een klein beetje nat. Dus we gaan er heel veel iets lawaai maken. Ik vind hem droog genoeg nu. Je ziet dus die glinstering terug. Maar toch wil ik de sterretjes nog iets meer accentueren. Hiervoor ga ik dus ook weer een Nuvel embellishment mousse gebruiken. Bij deze vind ik het gewoon gaaf om de gouden te gebruiken. Omdat je iets een gouden gloed eroverheen ziet. Dus ik ga hiervoor de Indian Gold gebruiken. Om de sterretjes wat te accentueren. Ook hier ga ik gewoon weer met mijn vinger in. En net zoals hetzelfde. Weer met een ronddraaiende beweging ga je dan over de sterretjes heen. Ik hoop dat het een beetje te zien is wat het effect is, want het is echt heel gaaf. De sterretjes komen helemaal op, net als echte sterretjes. En omdat er wat meer ruimte tussen sterretjes zit, zal er ook wat mousse tussen het geëmboste gedeelte doorgaan. Maar dat is eigenlijk wel mooi, want dan wordt het ook meer één geheel. Ik zal hem zo meteen ook even dichterbij laten zien. En zoals ik net al zei, ga gewoon rustig laagje voor laagje opbouwen. Als je te veel doet meteen en je vindt het te veel, dan kun je het er moeilijk afhalen. En op een gegeven moment merk je ook wel hoe hard je moet drukken of je juist zachter moet drukken. Dat is ook eigenlijk meer iets van voelen. Ik zag iets met de mousse, hoef je het niet te verwarmen. Nee, deze hoef je inderdaad niet te verwarmen. Dit is de Nuvel embellishment mousse. Je hebt ook de expanding mousse van Nuvel. Die moet je wel verwarmen. Of nou moet, maar die kun je verwarmen. Deze hoef je absoluut niet te verwarmen, de embellishment mousse. Oh, dat geeft niks toe. Je dacht al dat je wat later bent. Kijk rustig mee. Ik ben nog niet klaar. Ik laat gewoon een paar dingetjes zien wat je kunt doen met de embossing folders van vazen en verschillende waxen en sprays. Voor nu vind ik hem goed. Ik zal hem zo iets dichter in beeld laten zien. Zodat je dit misschien beter kunt zien. Ga ik heel veel wachten op de vertraging die erin zit. Want ik vind het wel echt een heel gaaf effect dat die sterretjes er zo uitspringen. En dit heb ik over de hele achtergrond gedaan.
Ja, daar kun je ook voor kiezen of je het een deel doet of een stukje. Het ligt ook hier weer aan wat je erop gaat verwerken. Wil je de stukjes vastscheuren van dit? En ga je dat in stukjes verwerken op een kaart? Of is dit je basis en ga je hier stukken op plakken? Eigenlijk zijn er superveel mogelijkheden mee. Dit is eigenlijk nu met de lindies. Lindies met de Nuvo Embellishment Mousse. Dan komen we aan bij het laatste, laatste manier of laatste verwerking met de embossing folders. En dat is als volgt. Ook hier gebruik ik weer de driehoekjes voor. En bij deze ga ik aan het werk met een jelly plate en de distress oxide. Ook die kun je gebruiken bij de embossing folders. Even alles alvast opzij leggen. Wat ik hiervoor nodig heb. Want ik heb mijn hele tafel volgebouwd zodat ik alles bij de hand heb. En zodat ik jullie zoveel mogelijk kan laten zien. Nou, ik heb eigenlijk een best grote jelly plate. Ik heb de jelly plate van 25,4 centimeter bij 20,32. Vind ik echt een heel fijn formaat. Je kunt hier dus kleine kaartjes mee opwerken, maar je kunt ook met grotere aan het werk. Dus je bent niet echt gebonden aan de grootte van je kaart. Want vaak zijn je kaarten niet groter. Vaak niet groter dan dit gedeelte. Voor de basis als kleur ga ik werken met de Shaded Lilac, de Dusty Concord en de Victorian Velvet. Een beetje de roze-paarse kant erop. Alweer. Maar wel hele mooie kleuren. Deze heb ik uitgezocht met behulp van de kleuren waar je die ik heb gemaakt. Van alle kleuren die ik tot nu toe heb van de Distress Oxide. Deze heb ik met een pons gedaan. En vervolgens heb ik er kaartjes van gemaakt. Dus heb ik eerst de ondergrond gemaakt. En misschien kun je wel een beetje zien dat ik daarna met een stempel ben ik erop gegaan met dezelfde kleur. En een embossing of een mask stencil. Zodat je kunt zien hoe de kleuren uitpakken. Want als je stempelt met de oxides, is het een wat, wat fellere kleur. Of wat donkere kleur dan dat een achtergrond is. Ik zal even iets donkere kleur pakken die goed te zien is. Ik heb nu een hele lichte, zie ik op het voorbeeld. Hier heb ik bijvoorbeeld de kleur. Agesme Megoni, als ik het goed uitspreek. Dat is nog wel een dingetje met al die namen. Maar hier zie je heel goed het verschil tussen de stempel en de mask stencil en hoe dat uitpakt. En je kunt dus ook heel makkelijk zo de kleuren bij elkaar leggen. Misschien vind je dit wel leuk bij elkaar en kun je dat zo bij elkaar leggen van, goh, zou dit bij elkaar passen? Of, nou ja, hier hebben we dan bijvoorbeeld de Dusty Concord. Nou, nu heb ik beide Victorian Velvet gelegd. En zo kun je kijken welke kleuren je handig en mooi vindt bij elkaar. Ik heb allemaal bellen en vlekken om een jelly plate. En die vlekken druk zij ook af op papier. Dus ik ben niet te spreken over de jelly. Ja, ik zou zo. Ik heb daar tot nu toe geen last van. Ik heb hier wel. Aan de onderkant zie je wel iets van vlekken. Maar dat komt meer omdat ik daar. Het folie onder heb zitten. Ik weet niet hoe je hem ook hebt schoongemaakt. Of dat verschil kan zijn. Jeanette Adels, wat papier gebruik je? Hiervoor gebruik ik het mixed media papier van Strathmore. Omdat dit stevige papier is. En dit ideaal vind ik heel fijn voor de oxides. Goed. Ik heb dus verteld van de kleuren die ik ga gebruiken. Ik ga als eerste Dusty Concord aanbrengen. En ik ga eigenlijk gewoon wat op verschillende plekken inkt aanbrengen. En dat doe ik ook met de Shaded Lilac. En ik doe het eigenlijk ook zomaar, maar ja. Uiteindelijk ga je er met de brayer overheen. En mengen de kleuren zich ook wel iets.
maken. Jelly pits gewoon. Ik doe het tot nu toe met een babydoekje. Ga daarna nog met een keukenrol overheen. Maar je kunt van tevoren, als je klaar bent, kun je ook met papier er nog afgaan. Of je kunt even met de breier in je art journal of een ander stuk papier gaan. Zodat je die kleuren nog kunt gebruiken. Dat je dan, als je die kleurcombinatie natuurlijk mooi vindt. Ik ga nu met de breier overheen. En dan rol je eigenlijk gewoon over het hele geheel een beetje heen. Dat het zich verdeelt en verspreidt. En dat je ook een beetje alle kleurtjes hebt opgepakt. En je ziet wel dat dan mijn jellyplate helemaal bedekt wordt. Maar ook mijn breien zit onder de kleur. Ik ga er nu over mijn stukje wat ik geëmbost heb, ga ik er overheen. En dan ga ik dan met de breien overheen. En omdat dus een stuk geëmbost is, krijgt alleen het deel dat je hebt geëmbost, pakt inkt op. Nou, dit kun je net zo lang doen tot jij de kleur prima vindt. Als je weer wat inkt op wil pakken, ga je over je jellyplate heen. Nee, ik heb nu geen water gebruikt, Ellie van Dongen. Kan wel, maar ik heb het nu niet gedaan. Zometeen ga ik wel iets laten zien waar ik er wel water bij gebruik. Nu vind ik hem eigenlijk wel een beetje wat aan de donkere kant. En ik wilde eigenlijk wat meer van de shade lilac op. Dus ik maak nog wat extra inkt. Doe ik op mijn jellyplate. Ga je even overheen met mijn breien. En vervolgens ga ik gewoon over het geel nog een keer heen. En zie je dat hij meteen een andere kleur krijgt. Dus je kunt daar zelf eigenlijk heel erg mee spelen welke kleur je meer terug wil laten komen of wat je donkerder wil doen. Dus dat kun je dan doen daarmee. Als het goed is, heb ik alle delen bijna geraakt. En het is ook een beetje mixed media, dus het hoeft ook allemaal niet precies. Ook al ben ik zelf ook heel erg perfectionistisch. En wil ik heel graag alles recht hebben en netjes. Heb ik toch geoefend met dingen loslaten. Wat lastig blijft en wat gewoon heel veel oefenen is. En ook wel gewoon doen. Ik heb nu mijn kaartje af. Maar ik heb nog best veel inkt gewoon hier op mijn jellyplate zitten. Dus ik pak gewoon mijn blok met papier. En leg dit papier eigenlijk, ik kan hem iets nat sprayen. Dat geeft ook wel een gaaf effect. Kunnen jullie dat ook meteen zien. Dat doe ik met de Nuva Light Mist. Vind ik een hele fijne spray. Omdat hij gewoon geleidelijk aan het water eruit spreekt. Dan ga ik hiermee over de achtergrond. Leg ik mijn papier erop. En dan kun je eigenlijk de kleur die nog op de jellyplate zit, kun je oppakken. En zo zie je dat je meteen eigenlijk al een super gave achtergrond hebt. Nou, en dit kun je eigenlijk gewoon doen met stukjes. Totdat jij vindt dat je ook een leuke achtergrond hebt. Of totdat je denkt, nou, ik vind hem zo mooi. En soms kun je hem nog weer iets nat sprayen. Want dat werkt natuurlijk ook bij de oxides. Die werken met water. Die reageren op water. Dus dat is ook een keuze die je kunt maken. Wil je het wel met water doen of niet? Nou, ik vind hem zo eigenlijk wel goed. Ik leg dit gewoon even aan de kant. Kan het drogen en mijn jellyplate ook. Die ga ik straks schoonmaken. Deze heb ik dus nu gemaakt. Met de stressoxide. Over de embossingfolder heen. Wat ik me nu ook bedenk, wat ik jullie ook wil laten zien, is dat je
Ik heb nu natuurlijk elke keer de voorkant laten zien. Maar je kunt ook de achterkant gebruiken. Hier heb je het gedeelte waar de driehoekjes erop liggen. Maar je hebt ook een gedeelte, zoals hier. En daar zie je juist de lijnen, de tussen die omhoog liggen. En die kun je dus heel gaaf ook gewoon gebruiken. Dus je kunt eigenlijk deze kant gebruiken, maar zowel ook deze kant. Ik ga heel snel laten zien hoe, hoe dat eruit ziet. Want het is natuurlijk, ja, hoe meer mogelijkheden je hebt, hoe leuker het natuurlijk is. Ik pak hier gewoon even de Nuvo Embellishment Mousse Indian Gold. Ja, het is super leuk om mijn eigen achtergrond te maken, Jannie Smit. En hier zul je wel zien dat je meer op de driehoekjes gaat, wie ertussen zitten. Maar toch zullen de lijnen er meer uitspringen. En dit vind ik ook wel gaaf, want dit is ook wel weer ja, een beetje metaal. Of, ja, ook wel een stoere look geeft dat als je deze kant gebruikt. En je ziet al wel dat je ook gewoon in het middengedeelte het raakt. Maar je raakt hem niet helemaal. Je blijft wel een licht wit randje zien, omdat je nooit precies in de hoekjes komt. En dat maakt het juist ook wel gaaf, vind ik persoonlijk. Nu nog kaartjes even maken, vind ik moeilijk met mijn bospapier. Ellie van Dongen ga ik zo meteen nog even laten zien, want ik heb al een kaartje gemaakt met iets wat ik heb geëmbost. Dus dat kan ik zo meteen nog laten zien. Nou, zoals je ziet heb ik het nu even met goud bewerkt. Wat ook gewoon een super gaaf effect geeft. En hier kun je natuurlijk ook weer van alles overheen plakken. Of stukjes van scheuren en dit gebruiken op een kaart. Of een mixed media kaart of een gewone kaart. Of dat je hier een strook van snijdt die je dan weer achter een plaatje plakt. Kun je eigenlijk heel veel kun je ermee doen. En het hoeft ook niet allemaal precies recht te zijn. Nou goed, dit is in ieder geval de achterkant wie je dus ook kunt gebruiken. Daar heb ik verder niks extra's mee bedacht. Maar ik wou het jullie toch even laten zien. Want je kunt dus meerdere kanten gebruiken. Dan ga ik verder met mijn achtergrond met de oxides en de jelly plate. Want wat je dus ook heel leuk kunt doen bij zo'n kaartje, is er een stempelafdrukje op plakken. En die stempelafdruk maak ik ook met de jelly plate. Want ik ga zelf mijn eigen papier maken. Net zoals ik eigenlijk hier heb gedaan, ga ik dat nu met andere kleuren doen. Om de plaatje uiteindelijk eruit te laten schieten. Of uit te laten springen. En dat ga ik doen met deze stempels. De stempel van Studio Light van Shirley Cohen met de olifantjes. Super schattige olifantjes. Ja, ik vind ze gewoon super leuk. Gewoon leuke olifantjes. En ook een leuk formaat wat gewoon op heel veel kaartjes past. Maar eerst moet ik natuurlijk dan een achtergrond maken. Ik ga hier even overheen met een babydoekje. Want ik heb natuurlijk al een achtergrondpapier gemaakt. En ik heb nu een babydoekje. Maar er is dus blijkbaar wat ik echt tussendoor zag een bepaald schoonmaakmiddel hiervoor. Dat moet ik dan ook maar eens bekijken. Maar ook hiermee krijg je hem wel redelijk goed schoon. Nou, wat ik als papier ga gebruiken. Of wat ik wel welke kleur ik van papier ga gebruiken. Zijn de blauwe. Een beetje blauwgroenig. De Peacock Feathers en de Cracked Pistachio. Die ga ik ook gewoon weer op mijn jelly plate stempelen. Doe ik ook gewoon weer zomaar ergens op mijn plek. Dan pak ik
van mijn breien ga ik ook weer gewoon over mijn pleat rollen. En zie je dat de kleuren ook meteen in elkaar vermengen. Je kunt er ook voor kiezen om één kleur aan de ene kant te doen en de andere ernaast. Dat je echt de kleuren naast elkaar hebt. Maar ik vind het wel mooi om ze te mengen. Ja, ze zijn hele mooie kleuren. Maar kersen er gaaf. Ik vind ze ook super gaaf. Deze maak ik ook weer nat met spray. En ik leg mijn papiertje erop. En ook hier kun je gewoon weer kijken wanneer jij het mooi vindt. Of je er nog meer bij wil doen. Ik vind dit een super gaaf. Een beetje een gave zeekleur. En het is ook wel dat je hier ook redelijk moet loslaten. Want er komt gewoon iets uit wat je niet helemaal kunt bepalen of kunt richten. En dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Nou, ik had nog wat aan mijn breien zitten. Dus dat breng ik gewoon nog aan op mijn pleat. Zodat ik er nog een afdrukje overheen kan doen. Nou, ik vind deze wel zo heel erg mooi. Tenminste, ik ben er wel tevreden over. Wat je dan kunt gaan doen, is gaan kijken met de stempel welk plekje je mooi vindt. Dus welk stukje wil je gebruiken om op je kaart uiteindelijk te kunnen verwerken? Ik zou bijvoorbeeld hier zo'n stukje kiezen waar het iets donkerder is en ook wat lichter. Ja, dat zou ik kiezen. Of juist hier onderaan waar je een beetje één kleur hebt. Ik heb ik wil graag twee kleuren maken omdat ik twee olifantjes op het kaartje wil hebben. Dus ik leg deze aan de kant. En ik ga jullie nog een kleurencombinatie laten zien. Want ik zag al in de Facebookgroep dat jullie al druk aan het delen waren welke kleurencombinaties jullie hadden ontdekt. Nou, dus daar doe ik ook meteen, sluit ik me graag bij aan. Dus laat ik jullie nu ook een paar kleurencombinaties zien. Ik maak hem dus tussendoor even schoon, omdat ik wel iets andere kleuren ga gebruiken. Nu pak ik de Bluepint Catch erbij en de Peacock Feather zou ik ook. Die twee kleuren ga ik aanbrengen nu op mijn jelly plate. Ook weer op dezelfde manier. En dit is wel leuk, want je hoeft eigenlijk helemaal niet zo heel veel na te denken waar je de inkt stempelt. Of waar je de afdruk mee doet. Dan maak ik even mijn breien nog schoon. Daar zitten andere kleuren nog aan. Wat op zich niet heel erg is. Want ik gebruik bijna dezelfde kleuren. Alleen ga ik nu een iets donkere kleur erbij doen. Waardoor je wel goed een verschil ziet tussen de olifantjes. Nou, en de jelly plate heeft bij mij heel lang in de kast gelegen. Ik heb er heel lang niks mee gedaan. Maar eigenlijk kun je er heel veel mee doen. Want je kunt hier een afdruk op maken op de jelly plate zelf. Je kunt met de breien kun je inkt opbrengen. Je kunt hiermee in een art journal. Op, nou, zoals hier de embossing folders. Op gewoon papier. Eigenlijk kun je er heel veel mee doen. Nou, pak ik nog een papiertje. En dit papier wat je natuurlijk overhoudt als je de stempel hebt al afgedrukt. Kun je natuurlijk altijd weer andere dingen op stempelen of andere delen gebruiken. Dus nooit weggooien. Tenminste, ik ben heel erg van de restjes bewaren. Nu maak je er weer één kleur van. Ja, ik meng het met elkaar, Kersen de Graaf. Dus eigenlijk zie je een beetje twee kleuren erdoorheen. Volgende live van Jelly Plate. Ja, daar zou je ook zeker een hele live aan kunnen doen. Nou, hier zie je vooral dat de Blueprint Sketch nu terugkomt. Dus wil je meer van de Peacock Feathers terug laten komen, wat ik wel wil, ga ik gewoon met de Peacock Feathers nog even over mijn jelly plate heen. Nou, Lia van der Wal, dat is echt, echt gaan doen. Het is echt super gaaf. Je kunt er heel veel mee. Ik hoop dat je nu een beetje een inspiratie
hebt wat je kunt doen. Verschillende mogelijkheden. Een stencil opleggen, Willy van Heesveld. Wat bedoel je daarmee? Een stencil opleggen? Waarop? Nou, nu zie je dat je eigenlijk wat nu de laag piek ook verder nog een keer overheen is gegaan. Dus ik vind nu dat je wel een goede mix ziet van de Blueprint Sketch en de Peacock Feathers die je erop hebt gedaan. En dit vind ik echt een super gave kleur. Maar het is net welke kleur je het meest terug wil laten komen. Goed, deze leg ik nu even aan de kant. Ik heb dit vanmiddag al voorbereid. Anders ben ik heel lang aan het knippen. Het stempelen heb ik gedaan met een stempelhulp van Fase. Ik zal hem heel kort laten zien. Ik denk dat jullie die allemaal al wel kennen. Want die heeft Janine ook al wel live gebruikt. Of Jeanette. En dat is een hele fijne stempelhulp. Waarmee je gewoon zo vaak kunt stempelen als dat het nodig is. Totdat de stempel goed op de plek staat. Dat over de stempelhulp. Ik heb mijn olifantjes al voorbereid. En ik heb ze al uitgeknipt. En hier zie je mijn twee olifantjes. De bovenste is met de peacock feathers en de crepe pistachio. En de onderste is met de peacock feathers en de blueprint sketch. En zo zie je wel dat je eigenlijk bij elk papier wel een verschil maakt met achtergrond. Want hier heb ik ook de blueprint sketch en de peacock feathers gebruikt. Maar toch zie je wel een licht verschil. En het ligt er natuurlijk ook aan hoeveel water je erop gebruikt. Dus het heeft wel met meerdere dingen te maken. Maar toch zie je wel een verschil. Ja, ze zijn echt schatjes en maga. Ik vind ze ook super leuk. Wat ik nu wil doen is deze op mijn achtergrondje verwerken van de oxides. En mij leek het wel leuk om ze boven op elkaar te zetten. Dat is volgens mij ook. Staat je ook op de achterkant van de verpakking. Ja, dat vind ik gewoon super schattig dat ze op elkaar leunen. En mij leek het wel leuk om ze met foam op te plakken. Maar wat ik eerst ga doen is met deze Uniballpen van Signo wat lijnen op te accentueren op de driehoekjes. Dus een beetje gewoon een doedelrandje om een paar driehoekjes te accentueren. En dit doe ik nu vooraf, maar je kunt het ook na de tijd doen als je de plaatjes hebt opgeplakt. Maar nu, omdat ik het met foam op wil plakken, weet ik dan dat als ik plaatjes eronder heb en ze iets uit wil laten steken, zoals hier, dat dit plaatje, dat ik ook goed die lijnen erop kan krijgen. En ik probeer eigenlijk niet te veel na te denken bij het doodelen. Maar ik vind het ook wel ontspannend. Gewoon een beetje lijntjes erop zetten. Ik doe hier onderaan nog een beetje. Zoals ik al zei, ga ik de olifantjes opplakken met foam. Ga ik even kijken waar ik hem heb. En hier, ik schud het eigenlijk gewoon altijd een beetje af. Maar je kunt het ook knippen. Ik zal even mijn schaar pakken. En ik heb vooral deze olifantjes heb ik gewoon in het voorjaar gemaakt. Zodat jullie niet zo heel lang hoeven te wachten. Totdat ik alles uitgeknipt heb. Ik zag vaker wel voor als ik hem met blokjes opplak of met foam. Dat ik ook vooral goed die, zoals hier de slurf, dat ik die goed met foam opplak. Dat die ook goed ondersteund is met foam. Dat is de eerste. Dan het mini olifantje nog.
heel iets bij het pootje. Dan heb ik ze goed op. Ja, een beetje de uiteindes goed ondersteund. Oh, geen dank Jolanda aan het rot. Ik ben benieuwd naar als je creatie hebt gemaakt. Ik hoop dat je ze dan laat zien in de groep. Ik ben heel benieuwd naar. Nou, het eerste olifantje die zet ik stevig op de grond, want hij moet natuurlijk zijn broertje dragen. Hoe noem je dat rolletje? Deze denk ik, Lucia de Jong. Dit is de brede. Nou, we hebben zeker een mooie hobby, Greetspijker. We hebben zoveel verschillende spullen en zoveel verschillende keus dat er bijna voor iedereen wat wils heet, is. Het baby olifantje plak ik. Ik zie dat ik hem hier iets te laag heb. Anders komt er iets op het olifantje. Is ook geen probleem. Zo. Ze staan op elkaar. De kleine leunt op de grote. Ik vind het wel leuk om nog iets van het tekstje erbij te doen. Ja, kan ook zeker een zusje zijn. Het jong in ieder geval. Ik vind het wel leuk om een tekst te doen. Ik heb deze nog liggen. Ik heb deze volgens mij niet bij de producten gezet wie er vandaag waren. Nu krijgen we circus, Lisanne. Ja, zeker. We krijgen een circus. Ze gaan oefeningen doen. ik heb van Studio Light Create Happiness tekstjes. En ik vind het wel leuk. Ik word er wel happy van deze olifantjes. Dus het woordje happy komt ook op mijn kaartje. Lean on Me is ook zeker een hele mooie tekst als strip. Nou, dit is eigenlijk gewoon een soort tape waar de tekst op staat. Knippen gewoon, je kunt hem ook scheuren of knippen wat je zelf wil. Knip er een stukje van af. En ik vind het altijd wel leuk om dit op het ribbelkarton van Joycrafts te gebruiken. Eigenlijk gebruik ik heel veel van die tekstjes op het ribbelkarton. Dan plak ik hem hier op, want het omdat tape is, plakt het gewoon zelf. En knip ik dit gewoon even uit. Heb ze ook een nog niet gebruikelijke tekst. Moet ze eens gebruiken. Op den duur heb je zoveel dat je niet meer weet wat. Ja, dat is wel eens herkenbaar, Carine van der Velde. Soms zoveel en je wil zoveel tegelijk. Maar goed, dan vind je ook nog wel eens wat. En dan krijg je toch nog wel weer leuke ideeën als je later nog weer een keer het vindt. Nou, het tekstje ga ik denk ik hier plakken. Dat vind ik wel leuk. Die plak ik gewoon met de gewone lijm op. Ik moet er wel aan denken dat ik in beeld blijf werken. Happy. Wat ik ook nog heb gedaan, wat ik ook wel leuk vond, is ook met glitter. Mijn neefjes zijn hier ook ontzettend fan van. Is de Nuvo Glitter Markers. Met deze markers heb ik hier het, volgens mij is het meer het zitgedeelte van het olifantje. Voor wat je ook wel ziet bij een circus. Het kleedje wat er overheen ligt. Extra kleur gegeven. Dit ga ik doen met de strawberry bonbon. En dan kun je eigenlijk gewoon zo overheen kleuren. En dat het glitter effect in zit,
komt, springt het er ook mooi uit. Doordat mijn neefjes dit ook zo leuk vinden, hebben we eigenlijk meer kleuren in huis. En vind ik ze ook eigenlijk wel heel leuk om te gebruiken. Ja, is zeker leuk om met kleinkinderen, Willy. Zou het ook zeker doen. En het is ook niet, het is ook wel toegankelijk. Met een jellyplate kun je makkelijk oxides erop doen. En kleurtjes kiezen die ze ook zelf leuk vinden. Maar het is ook heel leuk om voor kleinkinderen te maken. En wat je dan ook nog kunt doen met dit kaartje, is ook weer met de Signo Uniball pen. Kun je nog bijvoorbeeld hier teentjes van de olifant iets uit laten springen door ze iets in te kleuren. En dit kun je natuurlijk ook gewoon met andere pennen, stiften, potloden doen. Dankjewel Ilse. Doe lekker rustig aan. Leuk dat je er was. En ik had misschien het kleuren vooraf kunnen doen, aangezien ik hem nu opgeplakt heb met foam. En ik dit onderste stukje niet helemaal goed heb beplakt. Maar goed, het komt allemaal goed. En dan heb ik ook nog de witte Uniball pen. Deze wil ik iets onder de, bij de oogjes doen van de olifantjes. Om deze ook iets te laten uit te springen. En zo heb je ook, zo heb je eigenlijk een heel leuk klein kaartje met de embossing folder verwerkt met de oxides. Met stempelafdrukken erop. Je kunt hem nog voor kiezen om het met zwart te matten. Dus je maakt er dan een zwart randje langs. Of met een andere kleur wat je zelf leuk vindt. Dat heb ik nu zo niet bij de hand. Want dit is even een stukje embossing folder. Maar dat ga ik nog wel doen. Dus dan zal ik hem plaatsen in de groep. Dan had ik nog gezegd dat ik ging laten zien wat ik zelf al heb gedaan. Met de embossing folders. Dat is dit. Hier heb ik embossing folders gebruikt. En daarover heb ik plaatjes van Mintaar geplakt. Met, ja, met plaatjes, met bloemen, met tekst. Met een stukje filmstrip. Dus zo kun je het verwerken. Ze passen ook in een memory. Het is precies in maat van een memory dex. Zoals je kunt zien passen ze hier precies in. Dus je kunt de kleinste maat van een memory dex kun je hier ook doen. En wat je dan ook nog kunt doen is, als ik even als voorbeeldje dit stukje gebruik met de sterretjes, kun je er ook stukken van scheuren. En dan kan ik nog wel eens een keer verwerken op een kaart, als jullie dat kunnen zien. Dan scheur je. Kun je eventueel de randen nog weer bewerken. Kun je bewerken iets met het gouden weer als je dat terug wil laten komen. De randjes, zodat het niet helemaal afgescheurd lijkt. En kun je dit in stukjes op je kaart terug laten komen. Bijvoorbeeld bij deze. Dan plak je hier gewoon stukjes op. Nu past het niet qua kleurstelling bij elkaar. Maar kun je het in stukjes ook terug laten komen. Dit was eigenlijk wat ik jullie wilde laten zien. Dus eigenlijk verschillende soorten kaartjes, wat je kunt doen. Dus in het kort nog met de Nuvo Embellishment Mousse, de wax en de sparks. En met de flakes. Nou ja, met de lindies en wax. En zoals met de olifantjes. Met de oxides. Dus eigenlijk heel veel mogelijkheden met de embossing folder. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen inspireren. Wat heb kunnen laten zien. Ik hoop dat jullie het ook van eerste live oké vonden. Misschien heb ik vragen van jullie gemist. Maar die kijk ik gewoon terug. En die beantwoord ik dan gewoon in de groep. Onder de live. Dus ik wil jullie heel erg bedanken. En dan misschien tot de volgende keer.
Fijne avond. Doeg!